Hier zijn we dan weer met een groep Nieuwe Straten, dit keer vanuit de Boogaard. En het gaat over Monumentendag. Open Monumentendag. Weten jullie wat dat is, Open Monumentendag? Ga je daar gebruik van maken? We gaan het vragen aan de mensen. Doen jullie daar wat mee? Nee. Nee? Nee. Ja, vaak gaan we wel naar Delft. Naar Delft, ja? Ja. Nee. Kijk je nooit geen monument? Nee. Jij wel een wandelend monument, dus... Ja, natuurlijk leuk, hè? Een wandelend monument. Ik heb daar nog niet van gehoord. Niet van gehoord? Nee. Ja, want onze vereniging, een loopje, en die gaat dwars door Den Haag heen. En ik denk haast dat er langs zo'n soort monumenten ook komen. Maar die vuurtoren in Scheveningen, dat lijkt mij wel heel leuk. De kerk gaan we meestal wel bekijken en een prinsenhof. Nee, voor de rest niet. Ja, vroeger als kind zijn er met opa en oma. Paarden gaan met mestdag en al die dingen. Nou, als het kan wel, ja. Heb je nog nooit iets monumenten gezocht? Nog niet gedaan, nee. Maar 9 september, verleden jaar hebben we het ook gedaan. Ze hebben langs alle pompen van Den Haag gegaan. Nieuwe drinkwaterpompen van Dunea hebben we een heel stel gehad. En dit jaar gaan we langs, ik denk, Monumentendag. Ik heb er nooit van gehoord. Ja, wel eens van Monumentendag, maar niet dat het zo dichtbij beschikbaar is voor ons. We hebben een museumjaarkaart gehad. Maar die hebben we nu niet meer, maar we vinden het wel leuk om altijd even te kijken. Nee, ik heb een keer Navy meegenomen, maar die vond het niks. Nee. Ja, lijkt me wel echt heel erg leuk. Per groep met 4 fietsers en 2 hardlopers gaan we heel die routes af. En ook dingen waar je gewoon normaal niet komt, is leuk om te zien. Dat is interessant. Ja, Delftlandhuis zijn we een keer geweest, dat is ook leuk om te zien. Ik zou het niet weten, ja, strand wel eens natuurlijk, hè. Terrasje zitten. En vroeger monumenten waren de kroegen. Ja, toch? Sommige mensen hebben toch een heel ander idee van monumenten dan wij. Nou ja, die ken je toch ook wel, ballenmaker. Zijn dan niet Eldorado, want het was ballenmaker. Nou, maar voor de rest, de Gouverneurlaan is ook niks meer, hè? Gewoon met mijn vader en moeder of inderdaad met vrienden. Verleden jaar heb ik ook met mijn dochter, had je een tocht door Den Haag heen en een hardlooptocht. En dan ging je ook van die oude paardenmanege waar de Jan Hendrik staan, geloof ik, daar ergens achter. En overal kwam je doorheen. En je mocht door... Amicitia geloof ik was. Er nog een paar van die gebouwen mocht je dwars doorheen rennen allemaal. Ja, dat was wel leuk.